Dames en heren. Dames en heren. Voor u ligt thans het rapport inzake opsporing. Een eindrapport met bijlagen. De enquête is veel meer dan een IRT-enquête. Het gaat niet alleen om wat er misgegaan is in de CID Kennemerland. Het gaat veel eer natuurlijk ook om de vraag waar hebben de verantwoordelijkheden gelegen? Wat heeft men geweten? Hoe heeft men zijn gezag uitgeoefend? En daarbij blijken vele tekortkomingen. Dat zal duidelijk zijn uit het eindrapport. Het zal ieder duidelijk zijn die de verhoren gevolgd heeft, die ons rapport leest, dat het niet alleen een zaak is van regels. Dat het ook is een zaak van herstel van gezag en vertrouwen. Dat het ook is een zaak van herstel van persoonlijke verhoudingen. Dat het ook is een zaak van bewustzijn bij iedereen die ermee betrokken is en vooral iedereen die ervoor verantwoordelijk is. Dat goede, effectieve en verantwoorde opsporing synoniem moet zijn met het naleven van regels. Dat geldt vooral de onderdelen observatie en alles wat daarbij komt kijken met technische middelen. En aan de andere kant het gebruik maken van informanten en infiltranten. Die twee elementen moeten volgens de commissie absoluut in de wet worden geregeld. En we hebben daar gedetailleerde voorstellen voor gedaan. Maar de commissie denkt dat het gebruik van criminele burgerinfiltranten een einde moet kennen. Omdat over het algemeen genomen de voordelen niet opwegen tegen de risico's die de overheid daarmee loopt. Het doorlaten van drugs moet volgens de commissie niet kunnen, met uitzondering van een kleine hoeveelheid softdrugs, maar dan spreekt de commissie in termen van kilo's en niet van tonnen. Nu wordt mij sinds gisteravond, als ik mij over het Binnenhof beweeg, de vraag al gesteld welke koppen rollen er. Dan zal ik u daar nu antwoord op geven, die vraag. Het is aan de ene kant volstrekt duidelijk, wie ons rapport leest, dat het met het vertrek van één procureur-generaal niet opgelost is. Het moet u aan de andere kant ook volstrekt duidelijk zijn dat de commissie niet de interim manager is, het ministerie van Justitie. En dat het niet aan ons gegeven is en moet zijn wie wat precies anders moet gaan doen. Het is duidelijk dat de hele organisatie anders moet gaan werken. Het is duidelijk dat de verantwoordelijkheden anders moeten worden genomen. Het is duidelijk dat persoonlijk vertrouwen moet worden hersteld. En het is de bedoeling van de commissie dat de daarvoor politiek verantwoordelijke en bestuurlijk verantwoordelijke hun verantwoordelijkheid ook niet uit de weg gaan. Maar het zou ons niet passen in de situatie die toch al vrij verward is, als ik het zo mag zeggen, als ik ook de krantenkoppen lees, dat wij daar nu nog eens even een lijstje aan gaan toevoegen. Die moet dat gaan doen en die moet dat gaan doen. Dat is niet aan ons. Dat is eventueel wel aan de politiek en bestuurlijk verantwoordelijk. En het is ook aan de Kamer, onze opdrachtgever, om, nou, wij hopen, als de aanbevelingen worden overgenomen en de conclusies worden gedeeld, dat op basis van die aanbevelingen en conclusies ook het verdere beleid van de verantwoordelijke ministers wordt beoordeeld. Na de commissie van TRA is nu het woord aan de voltallige Tweede Kamer om conclusies te trekken. De komende weken moeten de Kamerleden door deze enorme stapel 5000 pagina's, rapport en bijlagen heen. En eind februari kunnen ze dan de commissie met vragen bestoken over dit eindrapport van de commissie van TRA. Casper Beks sprak vanmiddag met de woordvoerders van de oppositie. Waar het om gaat natuurlijk is dat we nu met z'n allen de les moeten gaan trekken. We zijn in Nederland behoorlijk naïef geweest. We hebben in Nederland met allerlei verschillende werkelijkheden gewerkt. Nu geeft dit rapport aan wat de werkelijkheid is. Op een groot aantal punten. Punten van criminaliteit, punten van opsporingsmethoden. Er worden ook een aantal taboes doorbroken, bijvoorbeeld op het punt van minderheden, die wij op het moment niet durfden te zeggen. Nou, die dingen liggen daar nu op straat, die liggen daar, zijn nu duidelijk, die moeten we aanpakken. En dus moet hij daar ook zorgvuldig mee omgaan? En zorgvuldig mee omgaan, maar dat wil zeggen niet in de eerste plaats zeggen van hij heeft het gedaan of hij heeft het gedaan.
Maar nu doet de commissie van Traa een aantal aanbevelingen, zoals het zou moeten gaan als het gaat om opsporingsmethoden. Als dat straks uitgevoerd moet worden door dezelfde mensen die nu verantwoordelijk zijn voor het falen van het beleid, dan wordt het toch nog moeilijk. Ja, maar op een gegeven moment kan je in een impasse met elkaar komen, in een ellende met elkaar komen, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Je komt van kwaad op een gegeven moment tot erger, dingen lopen niet meer. Het kan best zo zijn, als je met elkaar uit die troep getrokken wordt, dat het weer goed gaat. Maar bovendien, ik vind dat niet dat we daar op dit moment over moeten gaan. Wat er moet gebeuren is dat de regering nu met voorstellen moet komen, gezien dit rapport, op welke manier ze de zaak op orde willen brengen bij het Openbaar Ministerie, bij de politie, op het ministerie van Justitie. En dat moet de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken gaan uitvoeren. En daar moeten we met elkaar over gaan praten. Het algemene beeld wat eruit komt en de blijheid van de GroenLinks-fractie komt eruit dat er dus een totaalplaatje gekomen is. Dat het helder nu is wat er allemaal misging. En dat was heel veel. Nogmaals, ik vind het schokkend. Maar ook de aanbevelingen voor de toekomst, een soort tijdspad. Ik vind dat dat positief is. Er zijn ook een aantal zaken die nadrukkelijk onze voorkeur hebben. Dus daar waar de commissie praat over, heb je het over een behoorlijk deel van de criminaliteit, namelijk drugshandel, gaat dan over tot het legaliseren van softdrugs. Deel van de commissie is dat van mening. Wij delen die mening. Dat, wat dat betreft is het dus een bepaalde blijheid verheugd van het is goed in kaart gebracht en goede alternatieven. Mag ik vaststellen dat GroenLinks er niet in eerste instantie op uit is om koppen te laten rollen, zoals dat hier steeds gezegd wordt? Ik vind dat gegeven het probleem waar we voor staan, nu, een paar uur na het verschijnen van het rapport, gewoon te prematuur om een uitspraak over te doen. Maar als er schuldigen zijn, dan moeten die weg. Als nadrukkelijk blijkt dat mensen zich schuldig gemaakt hebben, dan in het aanloop van het proces, maar daar komen we later over te spreken, uiteraard. Voorlopig voorzichtigheid troef. Niemand durft hardop te zeggen dat wel eens koppen zouden kunnen gaan rollen. In ons Haagse studio vicevoorzitter Tom de Graaf van de commissie van Traa. Meneer de Graaf, welkom. Wie moet nu, we hoorden Hille zeggen, ik verwacht nu van de regering stappen. Wie moet nu inderdaad het voortouw nemen, de verantwoordelijkheid nemen na al deze conclusies van uw commissie? Is dat nou de Tweede Kamer of het kabinet? De volgorde is zo, als ik ook de voorzitter van de Tweede Kamer goed begrijp, dat er eerst een debat plaatsvindt van de Kamer met de enquêtecommissie over het rapport. In het rapport staan aanbevelingen en ik denk dat het dus verstandig is als de Kamer zich uitspreekt over de aanbevelingen. Doet men dat, dan zal men ongetwijfeld ook met de regering willen praten over de vraag welke aanbevelingen ook door de regering worden overgenomen en wat de regering daarvan denkt. Zeker daar waar u ook een vernietigend oordeel over dat ministerie heeft geveld. We hebben niet een vernietigend oordeel, überhaupt niet een vernietigend over mensen geveld. We hebben wel gezegd, het ministerie. De organisaties, er zitten gebreken in. Dat geldt voor politie, justitie, ook voor het ministerie van Justitie. Er zijn dus ook al maatregelen genomen. Ik denk dat het ook verstandig is dat die zijn genomen. En als de regering meent, de aanbevelingen kunnen ook wat ons betreft goed doen voor de toekomst van de rechtshandhaving in Nederland, ja, dan zal dat gevolgen hebben voor alle betrokken organisaties. Dus ook het ministerie, maar ook politie en openbaar ministerie. Ik kom straks nog even terug met u op de inhoud van het rapport. Maar het was vandaag een heel gedoe in Den Haag onder de kaanstolp. Wij hier in Den Haag zijn er de hele dag mee bezig geweest. Het land heeft mee kunnen kijken via de televisie. Hoe heeft u deze dag ervaren na 13 maanden werk aan die commissie van Traa? Ja, misschien dat een beetje raar klinkt, maar het was voor mij en ik denk ook voor mijn medecommissieleden niet het hoogtepunt van ons werk. Dat zat toch echt eigenlijk midden in het jaar, de openbare verhoren en de voorbereidingen en al het onderzoek wat we hebben gedaan. We zijn de laatste weken hard bezig geweest met het formuleren van de conclusies en aanbevelingen in het eindrapport. En dan is dit eigenlijk, ja, ons werk is gedaan. De schok die velen krijgen als ze het rapport lezen of erover horen, die is bij ons natuurlijk niet meer aanwezig, want die hebben we al verwerkt, om het maar zo te zeggen. U kent het rapport al, wij niet. De pers kreeg vanmorgen om 6 uur de gelegenheid om een exemplaar van het rapport op te halen. En daarna gebeurde er van alles in Den Haag. Jan-Peter Lapoy registreerde de gebeurtenissen van vanmorgen. Het is nog voor 6 uur 's ochtends als de eerste rapporten van de commissie van Traa bij de Tweede Kamer in Den Haag worden uitgeladen om te worden overhandigd aan pers en andere belangstellenden. Heeft u veel klanten gehad vanmorgen? Ik denk totaal 60 mensen ongeveer. We hebben zo'n 100 rapporten uitgegeven aan de pers. Het rapport bestaat uit 11 delen en telt in totaal maar liefst 5000 pagina's. De staatsdrukkerij en uitgeverij, de SDU, had het er maar druk mee om alles op tijd klaar te hebben. Het
Dit rapport is van de parlementaire enquêtes de grootste die Astuur gemaakt heeft. Het beslaat bijna 5000 pagina's, is ook groter dan de laatste Rijksbegroting. Verder is het zo dat de tijdsbestek waarin we dit rapport hebben moeten produceren bijzonder kort is geweest. Het totale traject heeft enkele weken in beslag genomen. De grootste bulk is gedrukt in een week tijd. Maar ook de journalisten hadden weinig tijd om nog voor de persconferentie die om 1:30 begon het hele rapport door te lezen. Heeft u het al helemaal gelezen? Ik ben net begonnen in de samenvatting. Het is vrij dik en dit is nog maar één exemplaar. Er zijn nog 9 andere die hieraan vooraf gaan. Maar dit is het belangrijkste, want hier staan de conclusies en aanbevelingen in. Dus daar richt ik mij nu op. Maar dat is nog een pittig totaal voordat onze uitzending begint. Vrij kort dag. In het gebouw van de Eerste Kamer heeft de commissie van Tra voor de persconferentie eerst nog een bijeenkomst. Meneer van Tra, spannende dag vandaag. Ja, zeker. Heeft u al een beetje goed kunnen slapen? Ik heb wel redelijk geslapen, ja. Wat verwacht u ervan? Veel goeds. En opwinding op de goede momenten. Ja. Denkt u dat de koppen gaan rollen? En we gaan eerst verder gewoon werken. Oké. Ondertussen hebben de journalisten van Radio 1 druk overleg met de regie in Hilversum voor de indeling van hun uitzending. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor ons om zo snel mogelijk te weten is hoe we met lengtes kunnen omgaan na 5. En dan is het grote moment van de dag aangebroken. Commissievoorzitter Van Tra maakt zich op voor de persconferentie. Maar eerst gaat hij het rapport aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Deetman. Het is toch wel een bijzonder moment als ik u namens de commissie opsporingsmethode de box mag aanbieden en het eindrapport. En wij hopen dat conclusies en aanbevelingen van dit rapport uitgevoerd zullen worden. Dat is onze wens en met die wens wil ik het u graag overhandigen. Hartelijk dank. En toen begon het circus in Den Haag. De reacties stromen inmiddels binnen. Eén ding is duidelijk, meneer De Graaf. Als je het rapport leest, dan blijkt dat iedereen die te maken heeft met het opsporen van strafbare feiten fouten heeft gemaakt. Of dat nou het Openbaar Ministerie is, rechters, burgemeesters, korpschefs, Tweede Kamer, ministers. Gelijktijdig zegt de commissie, we moeten nu de IRT-strijdbijl begraven. Een nieuwe start maken. Maar kan dat dan wel met dezelfde mensen als je constateert dat er zoveel mensen hebben gefaald? Nou, misschien dat we moeten onderscheiden in de IRT-affaire, waar de commissie ook onderzoek naar heeft gedaan en ook conclusies uit heeft getrokken. En al het andere wat de commissie heeft gedaan, want het rapport en al die delen die u op tafel heeft liggen, gaan niet alleen over de IRT-affaire. Een element in de crisis, in de opsporing, zoals we die hebben gekwalificeerd, is die verslechterde verhouding tussen een aantal hoofdrolspelers in de toenmalige IRT-affaire. En dat kan natuurlijk, de strijdbijl kan niet worden begraven als die verhoudingen slecht blijven. Met of dat men nu met dezelfde mensen moet. Met name de Noordholt, maar ook Wijarda van Utrecht, die moeten het nogal ontgelden. Dan kun je toch niet meer met droge oog volhouden dat er geen koppen gaan rollen naar aanleiding van uw rapport. Als je echt nieuwe wegen wil bewandelen, dan zullen er toch koppen moeten rollen. Ik werd aangesproken door de opmerkingen van de heer Hille, die ik zojuist in uw uitzending zag. Het probleem is eigenlijk te groot om het terug te brengen tot, nou ja, als meneer Pietersen naar me weggaat en meneer Janssen, dan is alles wel weer in orde en dan kunnen we doorgaan. Dat zou betekenen dat je eigenlijk spreekt over een incident. Er is geen incident. Er is sprake van een, mag ik het zeggen, collectieve veronachtzaming van een deel van onze rechtshandhaving. En dan helpt het als mensen in een nieuwe organisatie op een andere werkwijze gaan werken. Als de verhoudingen verstoord blijven, moet het natuurlijk ook personele consequenties hebben. Maar daar ga ik niet op de voorhand van uit. En waarom wij hebben gezegd, wij geven daar geen oordeel over, heeft te maken met twee dingen. Namelijk, wij zijn niet de personeelschef van de Rijksoverheid. Daar moeten Kamer en regering met name over oordelen. En ten tweede, wij hebben oordelen geveld over situaties waarin mensen onvoldoende gezag hebben uitgeoefend of leiding hebben gegeven. Of dingen hebben gedaan die over de grenzen gaan.
We hebben niet hun totale functioneren in hun hele carrière beoordeeld. Dat is nou juist aan die personeelschef voorbehouden, om dat zo te zeggen. Er is altijd één iemand verantwoordelijk, zo werkt het in een democratie, dat is de minister. Moet het consequenties hebben voor de minister van Justitie, uw partijgenoot Zorgdrager? Los van de vraag hoe ik zelf daarover denk en in relatie tot mijn partijgenoten. Het is de Kamer die nu aan de hand van het rapport ook moet oordelen over politieke gevolgen. En of de minister en de minister van Binnenlandse Zaken voldoende vertrouwen genieten, blijven genieten om hun belangrijk werk te doen. Daar gaat de enquêtecommissie niet over. Door de enquête, de openbare verhoren met name, heeft het gezag van politie en justitie nogal wat klappen opgelopen. Dit rapport wat er nu ligt, dat geeft wel een definitieve genadeklap als je praat over die gezagsverhoudingen. Is dat vertrouwen nog te herstellen in politie en justitie in dit land, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Ik herinner me de uitspraak van minister Dijkstal tijdens het openbaar verhoor voor onze commissie. En die zei toen van, kijk, zo'n enquête, alles wat in de openbaarheid komt, dat schaadt natuurlijk het imago van politie en justitie. Op de korte termijn. Op de lange termijn, zei hij, en ik ben het er zeer mee eens, is dit werk van ons toch een zegen voor het herstel. Want herstel is niet iets wat je overnacht doet, wat je even binnen een dag doet. Dat kost lange tijd en dan moet je het ook grondig doen. En ik denk dat het rapport van de enquêtecommissie de bouwstenen geeft voor een grondige herziening van de kwaliteit van de rechtshandhaving. Zowel bij politie als bij Openbaar Ministerie als bij het rijksniveau. We moeten de hele organisatie anders inrichten, hoorden we Van Traan zeggen. We moeten anders gaan werken. Die criminaliteit die is goed georganiseerd, blijkt wel ook uit uw verhoren. Degene die die criminelen op moeten sporen zijn dus niet georganiseerd. Daar is het een rommeltje. Dat verander je niet van de ene dag op de andere dag. Dat verander je niet van de ene dag op de andere dag. Dat kost tijd, maar ik denk niet dat we de vergissing moeten begaan te denken dat er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld helemaal niks gebeurd is. Er zijn wel degelijk successen behaald door politie en justitie. En het aardige is dat juist de successen zijn behaald. Ik denk aan de aanhouding van een belangrijke drugscrimineel vorige week nog. Ik denk ook aan een bende van Turkse origine in Noordoost-Nederland een paar maanden geleden. Die zijn behaald zonder dat er sprake is geweest van onoorbare methoden of methoden waarvan wij zeggen dat moet je niet doen. Dus de opsporing gaat door. Maar wij moeten met kracht zorgen dat de controle beter is, dat de normering beter is en dat het gezag beter is. Uw werk als commissie zit erop na 13 maanden. Het woord is nu aan de Tweede Kamer en daarna aan het kabinet. Sterkte bij die Kamerdebatten die nog zullen volgen. En wij gaan vanuit de Haagse studio terug naar Victor de Koning in Hilversum. Tot zover onze reportages van het eerste half uur van Twee Vandaag. Om 6 uur gaan we door met het journaal De Actualiteit en het weer. Tot zo na de ster. De min 8 en min 4 en de maan is heel goed te zien. Maar ook aan de westelijke avondhemel een hele mooie ster, Venus genaamd. Die planeet is bijzonder helder en als u vanavond naar buiten kijkt ziet u hem ongetwijfeld heel mooi. Morgen overdag dan beginnen we met flink wat zon. Die is voornamelijk ook in het noorden aanwezig. In het zuiden gaat de bewolking geleidelijk aan steeds meer toenemen. En in de avond en ook in de middag dan raakt het steeds meer bewolkt. In de avond zou er ook in het zuidoosten wat ijzel kunnen voorkomen. Houdt u de berichten in de gaten, want dat is toch weer gevaarlijk. Temperaturen morgenmiddag tussen de min 1 en plus 3. En hoe het verder gaat vertel ik straks om 6:50. Dit was het journaal van 6 uur. Om 8 uur zijn we er weer op Nederland 1. Nu weer verder met Twee Vandaag. Ik wens u een goede nacht. En Twee Vandaag gaat verder met. IRT heeft grote schade aangericht. Advocaten tevreden over de aanbevelingen. Structuur politie en justitie moet beter. Ja, en dan zeg ik het nu alvast. We gaan aan het eind van dit programma ook ergens anders nog aandacht aan besteden. Namelijk aan de mijnwerkers in Wales. Het is even een moeilijke overgang, maar het is maar dat u het weet. Goed, terug naar die enquêtecommissie. Die enquêtecommissie opsporingsmethode politie en justitie, beter bekend als de commissie van Tra, heeft vandaag dus zijn eindverslag uitgebracht. Meest in het oog springt de vaststelling van de commissie dat er een crisis in de opsporing bestaat. In feite krijgt iedereen van de commissie van Tra een veeg uit de pan. Niemand wordt gespaard door Van Tra en de andere commissieleden. Van politieagent tot burgemeester, van officier van justitie tot de field. En zelfs de Tweede Kamerleden. De kernpunten zijn onvoldoende normen en een onduidelijke organisatie en ook te weinig gezag van het Openbaar Ministerie over de politie.
Een heel andere groep, de advocaten in ons land, omarmen overigens de conclusies van de commissie van Tra. Met name het per wet regelen van al die opsporingsmethoden. In de studio van Radio Utrecht zit meester Doedens, een strafpleiter die nogal eens in de bres is gesprongen voor een zware crimineel. Goedemiddag, meneer Doedens. Bent u het met uw confrère eens die zeggen, nou, eindelijk wordt er eens wat geregeld? Nou, nee, niet helemaal, of beter gezegd, eigenlijk helemaal niet. U moet het altijd zo zien, dat is binnen de juristerij een bekend gegeven, als je dingen wettelijk wil regelen, op het moment dat die wet tot stand gekomen is, is de situatie weer veranderd. En betekent dat dus eigenlijk dat als je bijvoorbeeld met een wettelijke regeling komt ten aanzien van die CID-problematiek, dat ik bang ben dat je dan een soort proactieve fase krijgt. Met andere woorden, de geheime fase wordt alleen maar iets opgeschoven. Met andere woorden, ik verwacht nog niet meteen dat er met nieuwe regelgeving een soort nieuw strafrechtelijk klimaat gaat ontstaan. Dat zal toch minstens, denk ik, een aantal jaren duren, zo misschien geen 10 jaren. Hoor ik u nou eigenlijk zeggen, we hadden regels in het verleden, wettelijke regels, maar die werden gewoon niet gehanteerd. We kunnen ook gewoon terug naar het oude systeem en we moeten gewoon doen wat is opgeschreven. Nou, ik zeg eigenlijk aan de ene kant dat ik niet meteen zie of een nieuwe regelgeving de situatie feitelijk veel zal veranderen. Aan de andere kant, en dan appelleer ik aan het geluid wat ik vaak van veel politiemensen gehoord heb, die zeggen, ja, we kunnen eigenlijk best met de huidige regelgeving werken. Maar waar het probleem zit, en dat blijkt uit de rapportage van Vontra, dat is namelijk dat er is een soort wildgroei ontstaan in een periode, laat ik maar zeggen, de Hirsch Balim periode, waarbij een spook, zijnde de georganiseerde criminaliteit, moest worden bestreden en waarbij alles geoorloofd was. Ja. Gaat u zich nu ook wat anders opstellen in rechtszaken? Nou, ik kan u vertellen, ik heb vanmiddag weliswaar met een natte vinger heb ik het rapport erdoor gebladerd, maar ik kwam zo zonder meer al een drietal punten tegen welke onderwerpen en adviseringen in het rapport een zeer vergaande consequentie voor een paar lopende strafzaken kunnen hebben. En ik denk dat dat... Ja, maakt u dat eens wat concreter? Want we worden nu toch nieuwsgierig. Nou, daar zal ik u dit over vertellen. Er draait op het ogenblik bij de rechtbank in Arnhem de 4M-zaak. Dat is een zaak waarbij het gaat om een aantal Turkse familieleden die vervolgd worden voor handel in verdovende middelen. Die zaak die loopt nog. Een paar punten daarvan van belang zijn. Er is in die zaak zeer lang en zeer diep geïnfiltreerd. U heeft in het rapport van de commissie van Tra kunnen lezen dat men daar al niet zo dol op is. Maar er is in die zaak ook een situatie ontstaan. Die infiltranten, dat waren politiemensen. En Van Tra die geeft eigenlijk ook in het rapport aan, als infiltranten politiemensen op een dergelijke wijze werken, dan moeten wel de personen waar ze mee praten, en dat zijn verdachten, op hun rechten gewezen worden. En dat is in deze zaak in geen enkel opzicht gebeurd. Ja. Een ander, als u wilt, nog even heel kort een ander voorbeeld. Diezelfde infiltranten die hebben ook in Turkije gewerkt. Van Tra die wijst erop in zijn rapportage dat met name als het gaat om het infiltreren van Nederlandse politiemensen in het buitenland, dat er dan onvoldoende controle is. En ik zal u vertellen, dat zal ik ook niet vergeten, want dat is in deze zaak inmiddels ook al gebleken. Goed. Hoe denkt u dat de georganiseerde misdaad nu reageert? Gaan ze gewoon verder met hun werk of wordt er vanavond een fles champagne opengetrokken? Nou, ik denk dat er vanavond wel links en rechts, voor zover ze het al niet eerder hebben gedaan, smakelijk zal worden gelachen. Er zullen ook wel, niet in het huis van bewaring, want er is champagne niet voorradig, maar er zullen ook wel flessen champagne her en der opengetrokken worden. Want het is natuurlijk niet zozeer een ontluisterend beeld wat de kijker en de luisteraar bij de radio krijgt, maar het is vooral een beeld. Ik hou er nog wel eens van om het simpel te zeggen, maar de georganiseerde criminaliteit, voor zover die bestaat, is denk ik beter georganiseerd dan degene die het moeten bestrijden. Goed. En dat is natuurlijk een treurige constatering.